vroeger, ja, dat was zo voetbal, jongens, en nu is dat gewoon beide. Ja, voetbal is niet alleen voor jongens. Dat wist je al, maar deze meisjes hebben dat dit weekend nog maar eens laten zien. Ze deden mee aan het straatvoetbaltoernooi Soccer Sisters Cup in Antwerpen. Het allereerste toernooi alleen voor meisjes. Hoe cool is dat? Straatvoetbal is heel populair. Maar het is niet hetzelfde als het voetbal dat je kent van de Rode Duivels. Er is geen gras en ook geen grote goal. Hoe werkt dat dan? Elke straatvoetbalmatch duurt 3 minuten. En je speelt het met 2-2. Je kan een punt scoren door een goal te maken, maar je kan ook punten scoren met een panna. Panna is eigenlijk dat je de bal door je benen krijgt en dat is een ultieme afgang. Dus je moet dat zeker niet meemaken. Ja, want als dat gebeurt, dan krijgt het andere team 2 punten. Wie op het einde van de match de meeste punten heeft, wint de wedstrijd. Deze meisjes zijn helemaal mee en gaven gisteren het beste van zichzelf. Maar uiteindelijk kon maar 1 team winnen. En de prijs is heel mooi. De 2 mogen binnenkort op stage bij Anderlecht en AA Gent. Merci om te kijken naar de video. We hebben er nog veel meer, dus vergeet niet te liken en abonneren op ons kanaal, hè.